De Anton de Kom Universiteit van Suriname, namelijk de leerstoel Pharmacy, is bezig twee Osodresi tegen het COVID-19-virus te onderzoeken. Dit is een stap in de richting van de erkenning van de traditionele geneeskunde in ons land. Minister Amara Madin haalde op de laatst gehouden Zoom-meeting van de kenniskring aan dat met de vele mogelijkheden die medicinale kruiden ons bieden, Suriname beter op de wereldkaart kan worden gezet. Maar we zijn nu ook in de discussie in Suriname bezig met de erkenning van de traditionele geneeskunde. Op dit moment voert aan de Universiteit van Suriname de leerstoel farmacie onderzoeken uit naar de werkwijze, de werking, de werkzaamheid ofwel de effectiviteit van twee van de meest gebruikte en bekende osodresies tegen COVID-19. Ik vind en de mening van het ministerie is dat wij nog steeds moeten gaan werken aan een stukje evidence, een stukje onderzoek. Het land heeft potentie. De prof zei het net, we zijn gezegend als land met heel veel geneeskrachtige kruiden. En ik denk dat het samenbrengen van die kennis en informatie belangrijk is om voor Suriname dit ook te gaan marketen in de wereld. Suriname kan zichzelf prolifereren op dit gebied. Professor Dennis Mans onderzoekt of de huismiddelen ontstekingsremmend zijn of het effect van antioxidanten hebben, dus goed voor het immuunsysteem. De makers van de Osodresi hebben echter de ingrediënten van de huismedicijnen niet doorgegeven. Het onderzoek wordt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid uitgevoerd en zal uiterlijk binnen 2 weken zijn afgerond.